Ja, beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van De Andere Tafel. Het is een, een co-productie van Café Weltsmers en De Andere Krant. De enige krant in Nederland waar nog werkelijke, vrije en serieuze journalistiek, journalistiek bedreven wordt. Ik moet daarbij zeggen, samen met het tijdschrift Gezond Verstand. Want um, dat wil ik zeker niet uh, tekort doen. Maar wekelijks uh, doet de andere krant verslag van de grote en de kleine gebeurtenissen. Die soms zo absurd kunnen zijn dat je er bijna van in lachen zou uitbarsten. Waar het niet dat het uh, allemaal toch behoorlijk serieus is. En uh, ja, wat er op dit moment in de wereld gebeurt is, uh, is inderdaad uitermate zorgwekkend. En het is onze taak. Ja, om daarover te schrijven, om er een verslag van te doen. En vaak is dat niet iets om vrolijk van te worden. En we krijgen dan ook regelmatig reacties van kijkers die zeggen. breng eens wat meer positief eh, nieuws. En geloof me, we zouden echt niks liever willen doen. Niets zou ons gelukkiger maken dan, dan dat we volgende week in de volgende editie kunnen schrijven. Dat we vanaf nu in volledige vrijheid kunnen leven. En dat de bestuurlijke taken alleen nog maar uitgeoefend worden door oprechte eerlijke en wijze mensen en eh, niet zoals ook zou ons ook gelukkiger maken dan eh, te kunnen melden dat eh, de wereldvrede eindelijk bereikt is definitief. Uh, maar ik vrees dat het toch nog wel even zal duren voordat de grote problemen de wereld uit zijn. En tot die tijd blijven we daar uiteraard over, uh, over schrijven en verslag van doen. Uh, maar dat betekent niet dat er, uh, dat er geen positieve dingen in de andere krant staan. Onze uh, gewaardeerde hoofdredacteur Karel Beckman heeft er deze week een hele mooie column over geschreven. is een aanrader. Maar iedere week zit er ook een tweede katern bij de, bij de krant. Uh, ja, dat volstaat met aangename zaken, zoals bijvoorbeeld uh, tips over lekker en gezond eten, uh, interessante uitstapjes, uh, boeken en uh, filmrecensies. Dus er valt genoeg te genieten dus. Vandaag de gast aan de andere tafel, uh, acteur, theatermaker George van Houts. Dankjewel. George, welkom. En uh, um, historicus, schrijver en de auteur van dit uh, indrukwekkende boek, uh, die er te Wacht. Welkom. Dank je wel. Ja, ik had het net al even over wereldvrede. Dat is vandaag ons onderwerp. Maar voordat we daaraan beginnen, wil ik jullie vragen: Is jullie iets bijzonders opgevallen in de andere krant van deze week? George, is jou iets opgevallen? Ja, ik vond het opmerkelijk dat artikel over Jeffrey Epstein. Dat is een zaak die zich maar voortsleept. En nu de gouverneur van Florida die wil nu eens duidelijkheid over welke plea deal, dat welke schikking er is getroffen met Epstein in 2007. Toen hij al door etterlijke uh, aanklachten werd opgepakt voor misbruik van minderjarigen. Mm -hmm. En daar is toen een onwaarschijnlijke uh, schikking met hem getroffen. En Florida wil daar nu eindelijk eens de onderste steen boven. En dat is uh, in zoverre een opmerkelijke zaak, omdat Epstein en Ghislaine Maxwell. die hebben op Lolita Island de grootte der aarde ontvangen. en ja. die allemaal. Seks laten hebben met. Die lijst is enorm, hè? Minderwaardige meisjes. Die lijst is enorm. Maar niemand van die gasten. op dat Lolita-eiland. is ook maar aangeklaagd. En dat is heel erg opmerkelijk. Ja. En uh, is... daarom dat, dat artikel. dat valt mij op. Want die zaak die sleept. terwijl het er zo overduidelijk is. maar door en door. Dit is een blackmail-operatie. Ja. die door Whitney Webb heel erg goed beschreven is. in Nation of the Blackmail. Ja. Dit ja. is uh, een heel opmerkelijk uh, smerige zaak. Ja. Ja. Tijd dat daar iets meer naar boven komt. Ja. Ze is veroordeeld voor mensenhandel aan helemaal niemand uiteindelijk. Ja, dat is het rare. Er waren geen... nou. Het is wel mensenhandel, maar geen klanten. Precies, dat is toch onmerkelijk? Ja. Ja, bijzonder. Ah. Dank je. Jou iets opgevallen? Uh, ja, ik las uh, een interessant artikel over uh, de oversterfte. En de data daaromtrend. Ik las dat uh, er een rechtszaak uh, loopt tegen de overheid. Omdat ze de, de data dan uh, wel aanleveren, maar op zo'n manier dat er geen uh, statistiek op kan worden bedreven. Of ze in ieder geval geen onderzoek kunnen doen. Mm -hmm. Waarmee het dus eigenlijk geen zin heeft. Ja. En ik las daarin uh, nou ja, dat het eigenlijk bijna zover is dat de staat gedwongen wordt om het wel aan te leveren. Zoals ze eigenlijk ten tijde van de coronapandemie zelf ook data aanleverden. Toen het dus blijkbaar wel ook mocht op basis van de... Persoonsgegevens waar ze zich nu achter verschuilen. Dus ik vond dat uh, hoopvol en mooi dat er nog steeds uh, zoveel druk wordt gezet op zo'n belangrijk uh, ja, dossier. Ja. Wat we natuurlijk wel gezien hebben, is dat de staat wel tot meer dingen gedwongen werd, maar dan liever een afkoopsom betaald dan, uh, dan het op te volgen. Hè? Ja, precies. Ja, merkwaardig. Ja. Ja, dankjewel, uh, Dirk. Ja, ja wereldvrede. Vrede op de wereld, daar willen we het over hebben. En, uh, ja. Dat is ook iets wat jou motiveert kennelijk, want je dat hebt, is... uh, je hebt een, een vredesdemonstratie georganiseerd. Ja, uh... Uh, althans, het moet nog plaatsvinden. Volgend weekend is dat. Uh, eerste paasdag, 31 maart in Amsterdam. Grote vredesdemonstratie. Nou, niet zozeer een demonstratie als wel. Ik wil uh, organiseren een hele uh, eigenlijk stille, bedachtzame vredesflashmob, noem ik het maar. Het is zonder podium, zonder sprekers, zonder leuzen, zonder partijpolitiek. Mm -hmm. Ik hoop dat daar een grote groep mensen in stilte bijeenkomt. Tussen twee uur s middags en drie uur s middags. Om alleen maar bij elkaar te zijn en uh, daarmee te uiten dat we uh, heel erg voor vrede zijn en vooral voor onze kinderen en hun kinderen. Ja. Want ik uh, maak me uh, zorgen over de toestand in de wereld. En ik vind er een gevaarlijk oorlogzuchtige stemming uh, zijn, onder, vooral onder de politici, maar steeds, dat zijpelt steeds meer naar beneden. En daar begrijp ik werkelijk niks van. Terwijl we in de tachtiger jaren, 1983, stond ik. Zelf ook in al die grote vredesdemonstraties. De vredesbeweging was toen een enorme uh, kracht in Nederland, ten positieve. En we stonden wel eens met 400.000, 500.000 mensen te demonstreren tegen kernwapens en voor de vrede. En die vredesbeweging is helemaal weg. En ja. dat, is, dat is raar, want dat is op zich een positieve beweging die positieve krachten kan losmaken. Ja. En dat ga ik nu gewoon, misschien is het tegen beter weten in, maar toch weer proberen. Ja. Nou ja, en bovendien staan wij nu ook. Uh, uh, lijkt het aan de vooravond van een concrete oorlog? Hè? Dat is een andere situatie dan toen in de Koude Oorlog. Uh, je zou zeggen dat er nu meer motivatie zou moeten zijn om uh, voor mensen om, om, om zich daartegen uit te spreken. Het komt wel erg dichtbij. Maar de moeilijkheid is, is dat de mensen niet uh, worden maar half voorgelicht. Mensen begrijpen niet, ook in onze vrij, zogenaamd vrije, westerse, democratische wereld, dat ze maar de helft van het verhaal te horen krijgen. Ja. Dat ook wij onderhevig zijn aan propaganda, ja. terwijl er wordt altijd gezegd: ja, dat is de andere kant, de boze wereld, die, be, die bedrijft propaganda, maar wij hebben een vrije pers. Ja. Wij doen dat niet. En daarom is het zo belangrijk dat uh, die dat hier zit en dat hij dit boek heeft geschreven mm -hmm. bij Gebrek aan Beter, want ja. dit is wat mensen allemaal zouden moeten lezen naast. De gewone uh, mainstream media, zoals wij ze dan hmm. noemen. Om dan, als je dit naast elkaar leest. dan weet je dat de waarheid wel ergens in het midden zal liggen. En dat vrede eigenlijk heel goed mogelijk is. als je de dingen anders benadert. Maar hmm. er is nog nooit een moment geweest. waarin een vredesdemonstratie meer noodzakelijk was. dan nu, ja, dat denk lijkt, ik. Dat, dat lijkt mij ook. En daarom dat mensen ook ja. dit soort informatie. Ja. Tot zich moeten nemen. Ja, want uh, ja, die dat, jij bent het schrijven van het boek. Hè? Yes. Dat, ik, het lijkt me een, een half levenswerk. Je bent nog, uh, nog jong, maar je bent er heel lang mee bezig geweest, denk ik. Uh, ja, ik ben uh, 36, dus uh, niet piepjong, ah, maar ook in je zater. Uh, mm. uh, ik, ben, ik ben er tien jaar mee bezig geweest, ongeveer. We hebben natuurlijk nu al over het onderwerp uh, Oorlog en Vrede. Hè? Dat uh, hoort bij elkaar. Uh, dit boek, uh, ik heb het nog niet gelezen. Ik ga het lezen. Ja. Ik heb wel uh, met George gesproken. J jij hebt het wel gelezen, George? Ja, zeker. En, ja, en jij was erg onder de indruk. Ja, dit is een boek waar ik eigenlijk uh, 15 jaar op heb gewacht. Okay. Er wordt heel veel geschreven, ook in de alternatieve hoek, uh, over deze onderwerpen. Over de andere kant van uh, de geschiedenis, zoals wij hem leren. Maar uh, het is nog nooit zo goed opgeschreven. Okay. En zo doorwrocht, op wetenschappelijke basis, maar toch zo toegankelijk. Ja. Dus dit is uh, voor het eerst dat ik, toen die dat zich bij mij meldde hiermee, dat ik uh, uh, ja, recht overeind sprong van hier heb ik op zitten wachten, dit moet de wereld weten. Dit moet de wereld weten. Was, was dat ook jouw motivatie achter... Uh, nou, de, er zit veel werk in, veel tijd in, je moet daar gemotiveerd over worden. Was, was dit jouw drijfveer? Um, uiteindelijk wel. Ja, ik moet zeggen, ik was van tevoren niet echt van plan om, uh, om een boek te schrijven. Laat staan dit boek. Maar, um... Ik ben ooit, ja misschien moet ik het een beetje inleiden, ik ben ooit uh, afgestudeerd in 2012, geschiedenis gestudeerd uh, aan de Universiteit in Groningen. En toen kon ik eigenlijk geen baan vinden, dat had te maken met de economische tijd van toen, zeg maar de naweeën nog van de crisis. En uh, toen ben ik eigenlijk gaan uitzoeken hoe dat nou kon. Uh, weet je, wat vroeger was mij verteld, uh, doe bijbaantjes, haal een diploma, en dan komt het goed. En uh, hoe kon het dan buiten mijn macht om ja, toch zo anders zijn voor mij en vele vrienden uh, met mij. En toen kwam ik eigenlijk achter hoe uh, de invloed van nou ja, geld, hoe dingen achter de schermen in, in, uiteindelijk in de politiek uh, geregeld worden. Uh, waardoor die economische ellende zich kon ontvouwen, waar we allemaal zo de dupe van zijn geworden. Maar toen had ik ook helder dat dat niet alleen op het economisch vlak uh, zijn invloed had. Maar dat dat eigenlijk op ja, ieder te noemen vlak is. En waaronder uh, het MIC, of het Militair Industrieel Complex, uh, zoals dat dan heet. Uh, het Verbond van, uh, van Wapenfabrikanten, eigenlijk. Mm -hmm. Uh, die er bijvoorbeeld bij gebaat zijn om oorlog te voeren, anders verdienen je niks. Ja. Nou ja, uh, ik kwam eigenlijk in de kern achter de systematiek van uh, ja, hoe de wereld werkt, simpel gezegd, achter de scherm, ik hoorde door de bocht. En toen uh, ben ik gaan graven, want ik, wat ik zeg, ik heb geschiedenis gestudeerd, dus ik zou veronderstellen dat ik dan een redelijk compleet beeld heb van uh, nou ja, de geschiedenis, om het zo maar te noemen. Uh, ik ben zelfs afgestudeerd op uh, Midden- en Oost-Europese geschiedenis uh, en de oorlog tussen Georgië en Rusland. En toch kwam ik pas na mijn opleiding kwam ik achter het hele mechanisme. En eigenlijk een andere kant van het verhaal, die dat conflict in een heel ander licht plaatst. Waar ik dus tot die tijd helemaal niks van wist. Dus mijn motivatie was om uh, die misleiding, of uh, in ieder geval dat incomplete verhaal uh, compleet te maken, zodat uiteindelijk mensen uh, een beter gebalanceerd uh, ja, beeld van de wereld hebben. En dus ook beter uh, de situatie kunnen inschatten zoals hij zich voordoet. En hopelijk zich niet laten leiden door. Uh, oorlogsmenners of, uh, of hissers. Ja. En uh, eigenlijk, nou ja, zich achter een oorlog scharen om maar zoveel mogelijk anderen dood te maken. In plaats van dat ze zich afvragen: van hé, hey, maar waarom vindt die oorlog plaats? En welke ja. belangen zitten daarachter? Uh, wie heeft er baat bij? Ja. Um, Uiteindelijk is dat uh, de motivatie. Ja, en het boek behandelt uh, voor, voornamelijk de periode, zeg maar de naoorlogsperiode. Eigenlijk de aanloop naar deze, periode, naar, naar, naar de, naar deze eeuw. Hè. We begonnen allemaal vol optimisme aan, aan, aan de nieuwe eeuw. Eh, we dachten van nou we hebben de zaken nu goed voor elkaar. We hebben internet. We krijgen vrijheden en mogelijkheden die we nog nooit eerder hebben gezien. En toen kwam de eeuwwisseling en toen bleek het allemaal toch iets anders uit te pakken dan uh, we hadden gehoopt of vermoed. Absoluut, ja. Dus het, het gaat eigenlijk over onze 21e eeuw, van nu. Maar uh, de, de wortels uh, van die problemen die liggen natuurlijk uh, zoals altijd verder in het verleden. <tiedacht> dus daar wordt ook wel uh, de nodige context gegeven om dingen beter te kunnen duiden. Maar in essentie gaat het over, over ja, deze eeuw. Dus ik behandel uh, de economische crisis, of crises eigenlijk. En uh, de oorlogen in Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, Oekraïne. Uh, nu ook het Midden-Oosten, uh, Israël, uh, Palestina. De aanstaande oorlog in, uh, in China, als we de Amerikanen mogen geloven. Eigenlijk het grote machtenspel zoals dat uh, zich ontvouwt de laatste tijd. Uh, wordt er in behandeld, eigenlijk tot op vandaag de dag. Okay. Zo actueel mogelijk. Ik denk dat dat heel belangrijk is, uh, want het ontbreekt, uh, precies zoals jij zegt ook al, het ontbreekt uh, uh, bij veel mensen aan een dieper besef van wat is hier nou werkelijk, uh, werkelijk aan de hand. Ja, en dat mensen goed moeten begrijpen dat... Door hoe onze media werken, ja. waar allemaal bedrijfsstructuren achter zitten die op winst uit zijn en dat die bedrijven in handen zijn van mensen die zich uh, aan de top van de wereldmacht bevinden, maar die wij nooit gekozen hebben. Ja. Die zich helemaal, de, de, die machten die zich uh, voltrekken buiten het democratische uh, ja. spel. En dat het heel erg belangrijk is dat je beseft dat ook wat het, uh, het nos zegt of wat de Volkskrant schrijft of de Telegraaf dat dat uh, vanuit een bepaalde hoek is ja. met een bepaalde bedoeling ja, en bepaalde wij... belangen, achterliggend belang met bepaalde achterliggende belangen en dat ja. vanuit hun belang heel be uh, belangrijk wordt geacht dat wij als bevolking met de neuzen dezelfde kant op staan ja. en dat we achter hun uh, ontscharen achter die belangen. Ja. Terwijl en dat zou ook oorlogsbelangen kunnen zijn. En dat zouden ook heel goed oorlogsbelangen ja, kunnen of, zijn. Als je aan normale mensen vraagt. Gewoon op, ik ben nog nooit iemand tegengekomen in mijn privéomgeving. Uh, die uh, desgevraagd uh, zeggen dat ze liever oorlog dan vrede hebben. Mensen uh, begrijpen heel goed dat oorlog uh, iets is. wat uh, ja, een van de meest verschrikkelijke dingen die je kan overkomen. Hè. De, uh, dus als je mensen vraagt, dan zeggen ze: nee, ik wil vrede. Ja, maar toch is het de laatste. en ik denk dat ze twintig jaar iets raars aan de hand. Dat is uh, eigenlijk misschien wel sinds 9-11. Dat mensen uh, veel oorlogsminder zijn geworden, omdat ze, als dat een woord is, trouwens, ja. uh, 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 omdat ze zeggen: ja, maar nu moet het. De ja. war on terror. Ja, we willen het niet, maar we moeten wel. Precies. Dat is het idee, we worden he? zo bedreigd, ja. dat is nou ja, zo oud als Methusalem, ja. dat mensen oorlogsbereid worden gemaakt, als, worden gemaakt worden door ze te vertellen dat ze aangevallen worden, ja, dat ze bedreigd worden. Precies. Dan, als Dan zijn vaard... mensen bereid om, om de wapens op te pakken en de ja. strijden te trekken. En, uh, precies. Dat, dat is een, een, een oeroud, mechanisme eigenlijk. oeroud mechanisme. En bij de war on terror was het een onzichtbare vijand, ja. de terrorist, dat konden we allemaal zijn. Ja. Daarna kreeg Krijg je de war on uh, COVID. Ja. Dat was een uh, onzichtbare ziekte. En nu ja. hebben we opeens een zichtbare vijand. Ja. Dat is de Rijk, het Rijk van het Kwaad. Ja. En Poetin als uh, de zwarte heerser. Ja. Die, die op dinsdagochtend met zijn verkeerde been uit bed stapt en dacht: ik ga vandaag maar eens Oekraïne aanvallen. Want daar heb ik zin in. Precies, dus ja. het, wordt een, het wordt als een Game of Thrones. Wordt het ons voorgespiegeld? Ja, 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 ja. Wij zijn de Goeden, wij zijn de Engelen, wij zijn de ja, Witte Ridders. Ja. En dan moet een Zwart Rijk verslagen worden. Ja. Dat is totaal ridicule. Dus, dus we, we moeten wel, dat is het idee. We moeten, we moeten wel. Ja, en dan ja. denken alle mensen hier dat wij de Goeden zijn. Ja, ja maar dat <laughs> en... denken de Russen ook. Ik weet niet of ik ja. toevallig uh, het, het verslag van uh, Marie-Thérèse Haar in de andere krant heb gelezen. Ja, ja, ja. Wat was heel interessant. Want ja. zij is, is Rusland-deskundige. Ze is naar Moskou gegaan en omgeving. En ze is daar normale, met normale mensen gaan praten. Gewoon de mensen in de dorpen en de steden. En heeft die mensen gevraagd: ja, wat vind je nou van die situatie? Wat vind je nou van die, van die oorlog? En unaniem, uh, of vrijwel unaniem, was de reactie van: ja, wij snappen niet waarom het Westen zo agressief is naar ons. Wij willen alleen maar vrede. Maar ja. ze zijn zo agressief en, en, en ze, ze halen het zelfs in hun hoofd om in ons buurland, Oekraïne. Uh, een, een, een Rusland vijandige regering te installeren in 2014. En uh, om, om ermee te dreigen dat, uh, dat ze Oekraïne in hun militaire pact in de NAVO willen uh, incorporeren. Dus ja, wij moeten wel, wij moeten iets doen om ons te verdedigen tegen die agressie. Ja. Ja, maar daarom... je ziet dus dat aan beide kanten hetzelfde gebeurt. En ik, ik denk dat dat een mechanisme is wat jij ook hebt opgemerkt toen je het boek. Uh... Absoluut. Maar daarom is het ook zo belangrijk dat. Uh... De andere krant er is, dat dit soort initiatieven er zijn, omdat daar verbaas ik me wel over, maar ik denk wel dat het te doorbreken valt. Uh, ik denk namelijk dat eigenlijk de meeste mensen gewoon goede, goede bedoelende, goed ja. bedoelende lieve mensen zijn, maar vaak niet goed geïnformeerd zijn buiten hun eigen weten om. Ja. Uh, bijvoorbeeld, iedereen weet nu, tenminste, volgens mij de meeste mensen weten nu dat de oorlog in Afghanistan en Irak, om even twee simpele voorbeelden aan te halen, op complete levens zijn gebaseerd. Ja. Uh, ...de media toen de tijd... Irak weet iedereen eigenlijk wel. Hè? Toch de, ja. volgens mij wel. Maar als we, als we nu weten van... ...oké, okay, wat toen allemaal gezegd is over Afghanistan... ...en over Irak, dat was een leugen, dat ja. weten we. Oké, okay, Libië, Gaddafi is vermoord... ...het land is vernietigd, verkracht... ...verschrikkelijk. Ja. Ja. Allemaal gebaseerd op leugens. Hmm. Uh, Syrië... Uh, hetzelfde verhaal. Amerika bezet nog steeds Noordoost-Syrië in de hoop dat het de economische powerhouse en ook het agrijze, uh, zeg maar gewin wat er uit voortkomt, um, zo de, de bevolking dusdanig afknelt dat ze Assad nog steeds van hun troon stoten. Ja. Uh, IS is jarenlang bewapend en, en gesteund door die twee. Dat wetende, uh, wetende dat er zoveel misleiding en manipulatie naar al die conflicten is geweest, verbaas ik mij erover ja. dat mensen nu. Nu dan wel geloven. Oké, oh ja, nee, nu is Poetin, uh, het beest Poetin. Ja, ja. Uh, die ons allemaal. Dus, dus uh, ondanks die wetenschap schrappen mensen er nog in, om het maar eens plat te zeggen. Ja, en dat is wat ik probeer te ja. doen, eigenlijk door het mechanisme uit te leggen en uh, het naast elkaar te leggen. Ja. En even uiteen te zetten. Wat is er voor de schermen gezegd? Hoe zat het ook alweer? Ja. Wat is er feitelijk gebeurd? Nou, ja. onmiskenbaar, er zitten 2600 bronnen bij, zodat je. Ja, sommige dingen zijn moeilijk te geloven, dus dan kun je het gewoon meteen met je telefoon bekijken om, om te komen. Maar dat betekent dus dat er, dat er, dat er krachten zijn die, die graag oorlog willen, die, die, die zelfs bereid zijn om hun eigen volk te misleiden, uh, zodat dat volk maar meegaat in die, in die oorlog. Jij noemt dat het oorlogzuchtige deel van de overheid? ja, het is zelfs niet eens onze overheid, denk ik. Het zijn krachten daarboven. Ja. Jij noemde het net al het, uh, het militair-industrieel complex ja. en de financiële wereld. We weten allemaal dat de dollar en dat de eurostelsel dat het staat, dat is eigenlijk al failliet. Ja. Het is geklapt. Dus er moet een, uh, een crisis veroorzaakt worden, waaraan later ze de schuld kunnen... Zeggen ze, oh ja, ja, het geldstelsel ging kapot omdat we oorlog hadden. Ja. Dus moet er een oorlog georganiseerd worden, zodat er en wapens... Zodat de ver... schuld kan worden afgeleid, zeggen ze Afgeleid, de schulden... en dan moeten natuurlijk de oude wapens moeten op. Ja. Want uh, je ziet nu ook dat wij als Westen geven we onze oude wapens aan Oekraïne. Want ja. dan kunnen we weer nieuwe wapens kopen ja, ja. en dan kan de... De, de wapenindustrie weer opdraaien. Dat, dat loopt wel lekker zo. Ja, Als je dan, een ja. kijkje neemt op die beurzen, van die wapenbeurzen. Daar is, ik geloof mijn ogen nooit dat mensen zich daarmee bezighouden. Ja, we hebben nu een clusterbom. die rijdt 100 mensen aan stukken met één bom in een straal van 100 meter. Wilt ja. u deze niet kopen? Ja, ja, ja. Effectief, effectief. Dat is effectief, ja. ja. Ik begrijp maar, niets van die wereld. Maar goed, aan de andere kant, uh, ja, uh, uh, overheden zijn natuurlijk ook altijd gebaat bij, bij, uh, bij crisissen of bij noodsituaties, eigenlijk. Hè. Hebben we hebben natuurlijk gezien in, in de covid-tijd. Ik bedoel, uh, noodsituatie. Uh, ja, daarmee kan een overheid uh, of een regering veel meer uh, bevoegdheden naar zich toe trekken dan onder normale situaties. Met, met, met klimaat zie je hetzelfde. En de, de, de grootste noodsituatie is natuurlijk een oorlog. Dus, dus, dus het betekent dat er hier een gedeeld belang is tussen aan de ene kant dat militair-industrieel complex en de overheden die het voor het zeggen hebben in, uh, in de landen. Ja, dan ga ik ervan uit dat de overheden die wij zien, dat, dat, uh, dat die aan een touwtje zitten. <laughs> en dat die hun opdrachten krijgen. Maar het lijkt een soort duivelsverbond. Uh, ja, maar nou, duivels vind ik moeilijk. Uh, ik denk dat ook de mensen die aan de top, de 0,0001 procent, de elite, dat die het doen uit een soort messianisme. Dat ze denken: ja, nu moeten we iets doen, want er zijn te veel mensen op aarde. En uh, mm. er moet een nieuw geldstelsel komen. Uh, dat kunnen we niet zomaar langzamerhand de mensen uitleggen. Mm. Dus als we nu een grote crisis veroorzaken, dan kunnen we het en goed voor onszelf regelen, ja. de uitkomst. Ja. En we, uh, uh, we kunnen die grote uh, 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 rampen. Misschien wel uh, in ja. ons voordeel omturnen. On Slechte, ja. Maar uh, oorlog is natuurlijk uh, in, niet in het voordeel van veruit de meeste mensen. Ik bedoel, uh, oorlog heeft uh, in de loop der tijd honderden miljoenen mensenlevens vernietigd. En, en veelvoud daarvan nog tot in generaties lage, uh, daarna getraumatiseerd. Maar desondanks laten de bevolkingen zich toch iedere keer weer mobiliseren. Of om uh, zelf deel te nemen aan het gevecht of hun zoons en dochters te sturen... Uh, of het gewoon te steunen van huis uit, van thuis uit, door te financieren bijvoorbeeld. Uh, wat mij wel interesseert is: van, van hoe werkt dit mechanisme? Wanneer leren we nou eens dat we misleid worden? Uh, en hoe werkt die misleiding? En jij noemde het net al even: uh, je krijgt zo'n uh, mobilisatie eigenlijk alleen voor elkaar als je het volk kunt laten geloven dat ze onder bedreiging zijn komen te liggen. Absoluut. Ja. En het bijzondere is dus dat dat eigenlijk alleen tot een werkelijke oorlogssituatie kan komen als dat aan beide kanten van het conflict gebeurt. Ik noemde net al even de reactie van de Russische bevolking, zoals marie Therese dat heeft opgetekend. In... Maar je ziet dus dat er aan beide kanten gedacht wordt: wij vechten voor de goede kant. Wij ja. uh, uh, verdedigen eigenlijk alleen maar. En de tegenstander dwingt ons om de wapens op te pakken. Ja. Dat wordt meestal gemanipuleerd. Ja. En ik, ik geloof dat het Geuring was die tijdens de Nuremberg-processen. Ja. dat dit netjes heeft uitgelegd. Mm. Toen de rechters vroegen: van hoe heeft u dat toch voor elkaar gekregen bij het Duitse volk? Ja, en dat Geuring zei: nou ja, als je de mensen maar uh, uh, hard en lang genoeg vertelt. dat ze worden aangevallen en bedreigd ja. door een vijand. en dat vaak herhaalt, dan, gaan ze, dan worden ze oorlogsbereid. Uit ja. angst ja. en ook uit. Uh, een soort gehoorzaamheid. Ja. Want het is de mensen eigen om vooral de macht te gehoorzamen. en zich te voegen naar wat hun sociale omgeving ze zegt. Maar het vergt een enorme offerbereidheid. Van de, van, de, van de bevolking. Om, om, uh, er zijn nu uh, alweer uh, politici die roepen om een oorlogseconomie. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Ja, of? een oorlogseconomie. Nou, wat betekent een oorlogseconomie? Nou, dat weet jij, denk ik. Ja, nou ja, uh, alle bal op oorlog in ieder geval. Ja, ja. Maar, maar wat ik nog wilde toevoegen ja. is, um, jij zegt wat is er nodig voor uh, het jezelf achter de oorlogsschade. Is wat mij betreft in ieder geval uh, de beeldvorm heel belangrijk. En um, je hebt het over vredesbeweging. De NAVO is in mijn ogen was dat altijd gewoon uh, de, uh, de rechtschapen, uh, militaire mogelijkheid om zeg maar, dictators te keren wanneer dat nodig is. Mm. Um, ik denk dat de realiteit ons inmiddels heeft ingehaald. En dat ik denk de meeste kijkers van dit programma wel weten dat de NAVO met het uh, ver verbreken van afspraken om uh, de Duitse eenwording zou omgereld worden voor een, uh, een vredesituatie. Ja. Uh, Moskou mocht eigenlijk zelfs tot de NAVO toetreden en uh, ondertussen zijn, uh, zijn we steeds verder naar het oosten uitgebreid. En uh, in navolging waar ik net zei, onze eeuw is door regen uh, van uh, oorlogen gevoerd op basis van leugens. Ja. Dus op het moment dat uh, de Amerikanen in 2014 de Koep in Oekraïne pleegden, waarmee een, eigenlijk pro-Russisch, maar ook pro-Europees een beetje een, een midden, uh, midden regering werd verwijderd, wist Moskou hoe laat het was. En dat uiteindelijk die oorlog is uitgebroken. Ja, ik was verbaasd en ook heel verdrietig erover. Ja. Ik bedoel, niemand wil oorlog. Uh, maar de oorloghitserij uh, die jij schetst, uh, dat uh, Poetin een uh, expansionistische uh, dictator is die ons allemaal het liefst zou uh, weet ik veel, innemen of vermoorden. Ja. ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee. Um, dus ik hoop vooral dat mensen uh, door met elkaar in gesprek te gaan en. Uh, zich, nou ja, eigenlijk de doorgronden van de andere kant van het verhaal. In ieder ja. geval zich niet zo laten manipuleren en ja. bewust van de andere kant. Nou, er zijn discussies, hè. er komen steeds discussies. Maar wat mij opvalt is dat die discussies vooral uh, uh, gefocust zijn op de schuldvraag. Er zijn steeds er heel erg gefocust op de schuld. Wie is er nou schuldig mm. aan het ontstaan van deze oorlog? Uh, en mij is opgevallen dat uh, het juist die schuldvraag is. Die oorlogen doet escaleren. En doet voortduren. En, en uit dat escaleren en voortduren krijg je natuurlijk de meeste schade, de meeste vernietiging. Uh, het is steeds de vraag: wie is schuldig? Uh, en daarbij wordt steeds de ander aangewezen. Uh, en dat geeft dan weer een rechtvaardiging om in de verdediging te gaan. En dat aan beide kanten van het, uh, van het conflict. Uh, dus zolang we over die schuldvraag blijven uh, praten, uh, zullen we altijd oorlog blijven houden. Ja, ja. Nou ja, de schuldvraag van het conflict, maar ook de schuldvraag uiteindelijk bij het oplossen van het conflict. Ja. Onze Jozef Burel van de Europese Unie, die zei meteen van, ja, dit conflict gaan we op het, op het slagveld beslechten. We gaan ja, ja. niet aan tafel met elkaar. Precies. Of Boris Johnson, die ja. eenzijdig heeft gezegd, nou ja, wij gaan nou niet tekenen. Je moet doorvechten tot Rusland een slechtere positie heeft. En ook al tekenen jullie wel, dat accepteren wij ja, dat niet. Dat was in Istanbul, hè? Dat was in... Uh, twee maanden na de Russische inval in Oekraïne. Zaten ze al te onderhandelen in Istanbul? Yes. En toen werd Boris Johnson ingevlogen om te zeggen: er wordt niks getekend, we gaan doorvechten. Ja. De Onderhandelaars toen hebben ze zelfs een fles champagne overgetrokken. Van nou ja, we zijn er. We ja. zijn er soort van. Ja. De oprecht, iedereen was, uh, was blij. Ja. Beide kanten van, uh, van de tafel onderkennen dit. En uiteindelijk is er doorgevochten. Ja. En dan moet je je afvragen waarom. Dus, ja. Ja, het is zo belangrijk om. Uh, ja, door grond te zijn van de manipulatie die er is en de misleiding die er is. Uh, voordat je, ja, je hebt het over de schuldvraag van de oorlog. Maar hm. uh, die oorlog is wel begonnen nu door Rusland. Maar hij is ook actief, uh, de vrede is ook actief. Het, er is een aanloop geweest natuurlijk. Het, het komt niet zomaar uit de lucht vallen, ook zoals dat. hier wordt voorgespiegeld. Hè? Hier wordt gezegd dat er zonder enige reden, uh, op een bepaald nou, Ik noemde het net al, Poetin gewoon dacht: ik ga Oekraïne maar aanvallen. Ja. Het is een vrij naïef uh, 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 beeld. En ik denk ook niet dat het, uh, dat het heel erg verstandig is om dat uh, zomaar te geloven. Maar massas mensen doen dat wel. Ja, en... die, willen, die we, we willen ook zich niet verdiepen of die kunnen de nuance niet aan. Als je zegt, ja, maar er woonden 90% uh, Russische minderheden ja. in, da, in uh, Donetsk en uh, Lugansk. En die werden hun taal afgenomen en hun onderwijs werd afgenomen. Hmm. En die werden gebombardeerd al sinds hmm. 2014 door hun eigen regering. Uh, 14.000 uh, doden. 14.000 uh -huh. doden, al voor de Russische uh, ja, inval. Ja, ja. Dus al die nuances kunnen mensen bijna niet aan. Oh ja. en, uh, en overigens, sorry dat ik je zo ja. aanvul, maar. Gebombardeerd door hun eigen regering. De regering die geplaatst werd, is geplaatst met behulp van het Azov-bataljon, ja. uh, nazi's. Iedereen zegt, ja, hoezo, nazi's, dat is uh, Russische propaganda. Maar het Amerikaanse congres heeft zelfs een wet moeten aanpassen. voordat ze de wapens konden leveren aan Oekraïne. Omdat ze zelf hadden gezegd, ja, die extreemrechtse mensen in Oekraïne die moeten geen wapens hebben. Mm -hmm. Irem van de BBC, die zei de jaren daarna: van uh, Oekraïense extreemrechtse gevaar in het nieuwe Oekraïne. Uh, Eenmaal in de oorlog werden de Azov als helden van de strijd neergezet. Ja, maar dat is dus een beetje daarin... het mechanisme van de vijand van mijn vijand is mijn vriend. Ja, maar het is wel heel pijnlijk als je, ja. als, je als kwaliteitsmedia zogenaamd die nuance weigert te maken. En ja, heel ja. pijnlijk omdat... Nou ja, het, het betekent in ieder geval dat dus de media samen met het Militair Industrieel Complex en de overheid uh, ergens een gedeeld belang hebben. Absoluut. Ja. En uh, nog even uh, rechtzetten. We moeten niet denken dat Poetin een heilig boontje is. Dat nee. Poetin is net zo'n grote schurk. Dat is ook een machthebber die al veel te ja. lang aan de macht is ja. 24 jaar. Nou ja, met dat gemanipuleerde is een... verkiezingen. En het is, een... het is natuurlijk op een bepaalde ja, man maar dat manier is natuurlijk... een dictator. Ja, zeker, maar dat, dat is natuurlijk een beetje ook wat ik net wilde zeggen met die schuldvraag. Hè? Ja. Ik bedoel, die schuldvraag die, die nodig mensen uit om een partij te kiezen. En het is juist dat kiezen van die partij die uiteindelijk het tot conflict uh, uh, leidt. Hè? Dus als we nou werkelijk vrede willen. Uh, dan gaan we sowieso natuurlijk volgend weekend naar de vredesdemonstratie ja. in, in Amsterdam. Uh, maar uh, zeggen dat je vrede wil is niet voldoende. Uh, je, je, de, het vergt iets meer van ons. Want mensen hebben al eeuwen gezegd dat ze vrede willen. En er is nog steeds oorlog. En nu staan we misschien aan de vooravond van de meest destructieve ooit. Want ik bedoel, we hebben nog nooit een oorlog gehad uh, in een periode waar dit soort uh, militaire technologie beschikbaar was. Gelukkig. Uh, nu zou dat mis kunnen gaan. Um... Ja, maar er zijn mogelijkheden. Ik wil even in herinnering roepen de Varkensbaai-crisis, 1963. Ja. ja, maar dat, waren, dat, waren we... was, dat was een diplomatieke. Uh, maar dat was op de rand van ja, de nucleaire wereldoorlog. Dankzij Kennedy. Ja, en, uh... dankzij die geheime ja. Ja. Uh, telefoonlijn tussen Kennedy en Khrushchev mm. en een soort uh, postillionda d'amour, uh, tochten ja. van Robert Kennedy ja. heen en weer tussen Moskou en Washington. Mm -hmm. Werd er dus gewoon doordat die, die mannen met elkaar uh, spraken, ja. werd er gezorgd dat de oorlog niet ja, uitbrak. Precies, dus nou, toen zijn is... we dus gered van bovenaf, laat maar zeggen. E maar zien we nou mogelijkheden om van bovenaf te redden of moeten we het echt van onderaf doen? Moeten we gewoon nu zeggen van het is genoeg, we gaan ermee stoppen. Uh, wij gaan ons niet meer mee laten slepen in, in die discussie over die schuldvraag. We stellen gewoon vast we willen geen oorlog, dus yes. vechten we geen oorlog. Wat, kunnen we nu, van, om eerlijk te zijn, denk ik dat er toen, in, dat in die periode, uh, dan nog enig verstand was. Nee, en er was nog iets aan Bovenin. de hand. Wat er, er was nog iets aan de hand. Toen zat het leed van de Tweede Wereldoorlog nog in de generaties. Ja. Toen werd de pijn ja. zat er nog. Die hadden en, het nog meegemaakt. Die hadden het nog meegemaakt. En mensen nu weten niet waar ze het over hebben als je zegt we moeten Rusland gaan verslaan. Nee. Ze hebben geen idee. Wat, het is. Wat, de consequenties zijn. wat de consequenties zijn. Ze kennen oorlog alleen van spannende films ah. waar de held altijd overwint. Maar ik denk dat niemand weet wat de consequenties zal zijn. We hebben nog nooit een oorlog gehad op deze schaal met de moderne wapen, uh, met het moderne wapentuig wat we hebben. Precies. Um, ja. Hoe zie jij dat? Um, ik ben minder uh, fatalistisch in die zin. Um, ja, is ook een beetje een, een technische analyse ligt er aan tegen lag, denk ik, maar ik vermoed, ik verwacht uh, dat. Um, ik wil zeggen dat het allemaal goed komt, of goed kan komen. Als we met z'n allen uh, simpelweg, uh, wat George zegt, uh, opkomen voor de vrede, geen ja. kant kiezen. En uh, de hele angst voor een kernoorlog en, uh, en wederzijdse uh, extreme hm. wapens die worden ingezet, volgens mij is dat allemaal onderdeel van de angst. Uh, maar je, je zegt angst, de bal ligt dus onder. bij ons. Niet, niet, niet bij de leiders, maar bij ons. De bal ligt bij de ons. De mensen Zeker in de weten. Maar, maar ook in het. In de toekomst nu hier naartoe. Want wat de Amerikanen zelf zeggen is, uh, volgens mij wordt wel erkend dat de oorlog verloren is. Het uh, industriele complex van, van het Westen ligt uh, ver achter op het Russische. Dus de, ja. de oorlog zoals die gevoerd wordt, die is al verloren. Lijkt het ook een beetje op de gebeurtenissen in de wereld. De Nuland is ja. afgetreden. Ja. Dus uh, men verwacht dat eigenlijk de troepen een beetje worden vrijgemaakt voor het volgende conflict. Of de volgende uh, concurrent, ja. China. Ja. En, en daarin is het natuurlijk net zo belangrijk dat mensen zich niet laten gek maken door anti-Chinese propaganda. Maar dat hmm. ze zich inlezen over wat er in die ring van landen om China heen gebeurt. Ja, wat er ja. waar is van de aantijgingen. En gewoon eigenlijk rustig het gesprek aangaan met elkaar. Ja. In plaats van zoals we. Tot mijn grote verbazing nu ook weer tegen Rusland uh, uh, doen of tegen Poetin. Dat men maar zoveel mogelijk Russen wil doodschieten op het slagveld. ja, nou ja er staat inderdaad discussie. Het is die of-of-redenering. Waar ik het net over had. Je bent of voor Rusland of je bent voor, uh, uh, of tegen Rusland, weet je. Uh, maar in beide gevallen is het een, is het een aanjager van een conflict. Mo moeten we niet heel anders naar het uh, begrip vrede kijken? Moeten we niet heel... Wil je dat? Nou, dat bedoel ik. Dat uh, die uh, overweging van wie de schuldige is, die of-of overweging, uh, dat die eigenlijk altijd leidt tot het aanwijzen van de schuld aan de ander. Mm -hmm. En uh, precies zoals jij zegt, het, het idee van wij moeten wel, wij moeten ons wel verdedigen. Wij moeten. We wij moeten, wij hebben geen keuze. Wij worden door de ander gedwongen om de wapens op te pakken. Maar daarom is het zo belangrijk dat mensen zich goed informeren. Ja. En dat er uh, tegenverhalen nodig zijn, zoals in het uh, boek van Diedert. Ja. Zodat je ziet dat er, uh, die, die schuldvraag eigenlijk er niet toe doet. Of ja. dat het totaal oninteressant on is, omdat je wel door kan blijven gaan met de ui afpellen. Omdat de, je denkt dat je dan de schuld vindt, ja. maar je houdt niks over. Ja. Dus dat het beter is om te kijken naar wat zijn onze gemeenschappelijke belangen. En ik ben ervan overtuigd dat wij als Westen samenwerking moeten zoeken op het Eurasisch continent. Nou, wat een, wat met... in ieder geval de overeenkomst is, is dat zowel Nederlanders als Europeanen, als Oekraïners, als Russen, gewone mensen, allemaal geen oorlog willen. Precies. En die spreken dat ook uit. Ja. We willen geen oorlog. Nou, waar ik net mee begon, in Nederland zijn er heel veel mensen, ik was bij een uh, Zo'n zo theatercollege van de veldheren. Ja. Dat zijn Mart de Kruif en uh, generaal van UM. En die trekken dan door Nederland en die hebben bomvolle theaterzalen. En ik zag dat in Muzes in Arnhem, daar zaten 800 mensen op een zondagmiddag. En er werd gewoon een oorlogsstemming gecreëerd. Ja. Die twee generaals stonden daar op het toneel ons voor te bereiden op. We moeten gaan strijden tegen het Rijk van het Kwaad. Ja. Ik wist niet wat ik meemaakte. Ja. En als ik daar iets in die zaal had gezegd. Daartegenin was ik gelincht ja, geweest. Zeker. Nee, dat denk, ik ook. dat denk ik ook. Maar dan is het kwaad dus eigenlijk al geschiet. Hè? Dan, dan is het besluit al genomen uh, dat het, uh, het, het Rijk van het kwaad, zo noem je. Het, ja. Uh, dat dat zo bedreigend is dat we geen andere keuze zouden hebben dan dat te verslaan. Ja, maar dat is ja. dus onzin. Dus ja. als ja. opkomen voor de vrede je verdacht maakt, dan ja. weet je al, er klopt iets ja, niet. Precies. Daarom is het zo belangrijk... Ja, maar mensen geloven elkaar elkaar dit verklein. oprecht, hè? Mensen, die zaal vol mensen die geloven dat oprecht, denk ik. Ik ben er niet bij geweest, jij wel. Die, die zijn oprecht, ja. En die zijn, maar ja, die zijn niet goed geïnformeerd. Te eenzijdig. En, dat is, en ik vind het gewoon angstaanjagend, omdat ik om me heen voel... mensen, je weet niet wat je wenst. Ja. Be careful what you wish for. Want als je kinderen die loopgraven, die beelden die gaan nu de wereld over van wat de Eerste Wereldoorlog ellende er in die loopgraven Dat is voor je ogen zich voltrekt. Met nu de, de drones als gevaarlijkste wapens. Ja. En je, je ziet de jonge nou. jongens daar als poppetjes omvallen. Ja. Nu al 500.000 doden. Ja. Dat... Ja, maar zo ging het in de Eerste Wereldoorlog, zo ging het in de Tweede Wereldoorlog, zo gaat het dus nu weer. Wat moeten we nou veranderen om te voorkomen? Je zegt beter geïnformeerd, maar mensen, ja, weet je, we, we hebben dat eigenlijk de afgelopen jaren steeds gemerkt: er is een weigering. Ja. Er is een weigering van mensen om zich te informeren. We kunnen erover speculeren wat het is, misschien leuk voor een volgend gesprek, maar we moeten vaststellen dat het zo is. Wat kunnen we nou veranderen uh, dat we ons niet door oorlogzuchtige leiders of machtige lieden, die er garen bij spinnen, uh, in een oorlog kunnen laten lokken? Dat is het doorzien. Ik weet niet of je gisteren was dat een leuke fragment uit een interview met uh, Van der Leyen, He, die, die, ja. uh, die, die, die oh. dame die vreemd genoeg de EU leidt en daar nooit toe gekozen is, en die werd gevraagd, u wilt ten strijde tegen Rusland. Zeggen ze, ja, heeft u, u heeft zelf zes kinderen. Ja, ze heeft zes of zeven zoons. zit een van uw kinderen in het leger en dan schoot ze in de lach. Zegt ze nee, natuurlijk niet. Nee. Ja. Dan, nee. dan zie is, dit, je toch wat er aan de hand ja, is. Het is alleen bedoeld voor andere mensen. Hè? Ja. Niet voor ons, niet voor de belanghebbenden hierin. Hè? De belang, wat natuurlijk ook wel logisch is. Als jij belang hebt, dan wil je er iets uithalen en niet er iets in stoppen. Lijkt mij zo. Hè? Ja. Dus, er zijn dus er zijn dus eigenlijk twee kanten aan dit verhaal. Aan de ene kant zouden we moeten zien wat het overeenkomstige belang is van iedereen die oorlog propageert. Macht en geld, laten we maar even samenvatten. En wat het uh, uh, belang is van iedereen die eronder leidt. Namelijk dat we onze kinderen willen behouden en ons leven willen behouden. En de verworvenheden die door de generaties zijn opgebouwd. Je hebt gezien wat er met Dresden is gebeurd. Prachtige steden helemaal uh, naar de Filistijnen geschoten. Terwijl de, dat eigenlijk onnodig was, want ja, Duitsland zeker. lag al op de knieën. Zeker, dit was een oorlogsmisdaad. Dat was een absoluut oorlogsmisdaad. Maar uh, uh, bestaat er ook uh, oorlogsgeweld dat geen misdaad is? Uh, het is meer een, het is meer da, een dat, dat is een hele een mooie vraag. Kwestie, hè? Nee, maar er de besta de bestaan denk ik wel. De, de gerechtvaardigde gevechten. Ja. Die ja, die bestaan wel. Verzeilen we dan niet weer meteen in die, in die, in die hoek van ja, wat is rechtvaardig? Beide kanten vinden het altijd gerechtvaardigd. Nee uh, nee nee. Als je echt aangevallen wordt, ik denk je... dat je altijd een stap terug kan zetten. Uh, als jij als jij uiteindelijk geen stap terug kan zetten, dan heb je geen andere keuze dan zelfverdediging. Maar uh, als je twee mensen tegenover elkaar hebt en eentje wandelt continu één kant op, en de ander zet net zo lang stapjes terug tot hij een muur tegen zich heeft, mm. ik denk dat je dan op een gegeven moment tot een onhoudbare situatie iets. komt. Ja. En, uh, maar het, het duurt heel lang voordat je op dat punt bent aanbeland. Mm. En eigenlijk zou je dus op een veel eerder moment moeten zorgen dat de stapjes. Nou ja, dat je ophoudt met lopen naar een partij. Ja. Nou, wat, wat je natuurlijk ook wel ziet. is dat uh, steeds de, de schuld van de oorlog. in de hand uh, wordt gelegd van één dictator bijvoorbeeld. Of één man. Hè. Ja. Je ziet het bij Poetin ook gebeuren. Maar Poetin kan geen oorlog voeren zonder steun van zijn bevolking. Dat nee. ja. kan hij niet. Hij heeft simpelweg de steun van zijn bevolking nodig. De bereidheid ook om, om de zoons en dochters te leveren. die naar het, naar het front gaan. En die bereidheid. Die kan hij die alleen maar genereren. door zijn eigen bevolking te vertellen. Dat de West, het westerse blok een bedreiging is. Wat er hiervoor in Syrië ja. is gebeurd. Dus en wat er voor nou... in Libië is, ja, gebeurd, precies, en et cetera. Ja, ja. En wat er met Rusland gaat dus als... gebeuren als ze dat laten. Exact. Gebeuren. Als je die gedachtegang nog één stap voort zou laten gaan, dan zou je het beste kunnen zeggen. Nou, dat zou je dan uh, potentaten uit het buitenland onmogelijk moeten maken. Je zou het ze zo onmogelijk moeten maken om een eigen volk wijs te maken. Dat wij een bedreiging worden, dus het beste wat je zou kunnen doen, is het leger afschaffen. Want dan kan hij dat niet wijs maken. Hij kan zijn eigen volk niet wijsmaken dat een land dat geen leger heeft, een bedreiging is voor hem. Nee, dat, zou, dat is een, een verregaande maar fantasievolle oplossing. <laughs> en het zou ons een hoop geld kosten. Nou oh ja, in ieder geval, het zou. Weet je. Uh, Alleen ja, dan, dat, dat is het, het, het 100% pacifisme. En. Nou oh nee, maar het is, ik dacht meer als praktische, praktische oplossing, niet als ideologische oplossing. Gewoon simpelweg, de meeste mensen willen geen oorlog. Nou, als je geen oorlog Maar ja, die wilt, legers die niet. hebben wij in wezen, omdat de wereldvrede was uitgebroken toen de Sovjet-Unie ineens stortte. Die, we, al onze tanks hebben we uh, afgedankt en verkocht. Ja. We hebben er nog dertien, geloof ik, Nederland. En die hebben ja, we Die lezen we toch? Die, die lezen we die van buiten. Die hebben uit. we uitgeleend, ja, ja. 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 Nee, dat we... Maar, maar goed, ik, als ik... Op nou, het, mijn... op, het opheffen van legers is natuurlijk uh, een, een extreem. Maar ik denk een, een hele simpele variant daarvan is in ieder geval geen leger sturen. Geen F-16 sturen, ja. geen wapen sturen, ja. niet naar... Ja, dat, leidt in... natuurlijk, dat leidt onvermijdelijk tot escalatie. Toch? En voortduring. Ja. Natuurlijk. natuurlijk. Ja. Hoe meer betrokken partijen, uh, hoe langer uh, het conflict blijft duren. Want uh, uiteindelijk uh, kan een oorlog alleen worden beslecht uh, op het moment dat er een overwinning is. Dus als een van beide partijen... Uh, nou ja, of zoals in de, de geschiedenis ook wel laat zien, dat er een langdurige padstelling ontstaat. Ja. Dat ze elkaar alleen maar blijven slopen en dat er op een gegeven moment wijze mensen zijn aan beide kanten die zeggen, jongens, ja. nou moeten we aan het Maar handen. dan zijn we weer afhankelijk van, van beslissingen van bovenaf. Ja. Dan hebben we nog steeds van onderaf weinig in. Het, ja, het, ik denk... het is niet heel hoopvol dat ze dan nu die oorlogsindustrie willen optuigen die Rusland al lang heeft. Want dat, dat geeft in ieder geval een, een treurig vooruitzicht als je hm. dat eeuwig tegen elkaar op blijft zetten en boksen en bouwen. Toch? Ja, dat is, dat is diep treurig. Maar ik denk wel dat we. Uh, uh, als, als je als bevolking. Een platgetreden pad is natuurlijk het voorbeeld van Gandhi. Als je een geweldloze massa weet te mobiliseren. dan kan je die mensen aan de top wel degelijk van hun plannen afkrijgen. Ja. Omdat je gewoon als volk besluit: we doen niet mee. Nee, we doen niet mee. We doen niet mee. Dat, dat klopt. Maar het is, uh, uh, in de praktijk blijkt dat het voor, voor regeerders makkelijk is om mensen wel. Uh, zodanig in emotie te krijgen dat ze wel mee gaan doen. Ja, helaas. Uh, Gandhi was daar dus de uitzondering. Volgens mij ook de enige in de geschiedenis. Ja, misschien wel. Maar ja, we goed, we stonden in 1983 wel met 500.000 man. Nou, ja, dus... Wat is het verschil? Wa waarom toen wel en, 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 en nu niet? Nou, jij bent historicus. Ik heb geen idee. Misschien ja. dat we toen nog uh, gevoelig waren voor uh, andermans of uh, elkaars leed. Ik weet het niet. Of misschien dat wij allemaal internethelden zijn geworden van achter ja. een toetsenbord, kun je al wat roepen. Ja. Eh, vroeger was dat altijd. Misschien was het ook wel juist, misschien schiet me nou te binnen, juist omdat het niet concreet was, omdat er toen niet echt een concrete vijand bestond. En dan is het makkelijker om te zeggen dat je voor. Nou, toen was de Sovjet-Unie wel degelijk een vijand waardoor we kruisgekend ja, zouden worden. Ja, maar, maar we, 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 ons werd ook verteld dat er een, een stabiele situatie uh, zou zijn hè, door het evenwicht en de dat soort zaken. Maar er was ja. niet echt een, een directe oorlogsretoriek uit beide kampen. En ook nee, niet dus... directe aansturing op een, op, een, op een daadwerkelijk tastbaar moment van, van, van start. En nee, daarom er is ook iets misgegaan, geopolitiek, uh, psychologisch gezien, met de ineenstorting in uh, 1989 van de Sovjet-Unie. Ja. Want de NAVO was ge gewend aan tegendruk, maar die was er opeens niet meer. Nee. Dus de NAVO viel voorover. Ja. En dan was het een groot probleem, want ja. iedereen ging ontwapenen. Dus er moest weer een nieuwe vijand. Gekweekt worden. Oh ja, anders, anders ja. liepen ze natuurlijk de, de government funding uh, uh, mis. Want dan gingen bakken met geld naartoe als er geen vijand meer is. Precies. Ja, da dan zitten al die generale werd... en, en functionarissen die zitten met hun tenen te spelen. Daarom werd daarna maar gericht: van nou, dan gaan we de moslim maar als vijand nemen. Dan ja. uh, plaatsen we de vijand ja. maar in het Midden-Oosten. Dan ja. kunnen we daar onze wapens in. Dus, uh, dus je zegt eigenlijk: uh, uh, als ik het goed uh, samenvat, dan zeg je: oké, okay, uh, geld en macht hebben altijd leugens nodig. Je hebben altijd leugens nodig, ja. Ja. of halve waarheden. Maar het is aan ons, en er zijn ook genoeg intelligente mensen uh, uh, buiten deze drie aan tafel hier, die, de, die het doorzien. En ik, ik ben toch, ik blijf hoopvol dat het bewustzijn indaalt dat, we deze, dat dit een heilloze weg is ja. en dat we op onze schreden terug moeten keren. Ja. En dat we zeggen o, wij doen hier niet aan mee. Nou, ik ben, ben het helemaal met je eens. Not en je moet het natuurlijk ook laten zien. Ja. Je moet dat niet alleen zeggen, maar je moet ook laten zien aan andere mensen dat ze niet de enige zijn met deze overwegingen. En dat is denk ik wel ook de waarde van, 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 van een demo of van, ja. een, van, een, van, een, van een vredes... Hoe noemde jij het ook weer? Vredes-flashmob. Vredes flashmob, ja. Flashmob. Uh, ff, ja, ik, ik hoop dat er veel mensen komen. Ik hoop het ook. Ik ben tevreden bij... Uh, ik ga nu voor het eerst een getal noemen. Ik ben tevreden bij 5000 mensen. Maar dat moet veel meer. Ah, maar je, nogmaals, ik bedoel, als je aan iedereen op straat gewoon vraagt, van, wil je oorlog, of wil je vrede, dan wil iedereen vrede. Dus Dan, dan zouden er 17 miljoen mensen moeten komen. Be behalve een paar mensen die al zo uh, zeg maar, uh, geëmotioneerd zijn dat ze klaar zijn om naar het front te trekken. Maar de meeste mensen willen dit toch niet? Nou, ik maak me dus zorgen omdat er mensen zijn die zeggen, ja we moeten nu gaan ja, strijden. Maar het tegen... is een verschil tussen moeten en willen hè? Ja. Ja, ja. Nou, ik, ik, ja oké, okay. ik hoop op 17 miljoen. Ja, zullen, zullen we daarop mikken? Ik ga voor 17 miljoen. 17 miljoen. Oké, okay, jongens, allemaal daar naartoe. Uh, uh. Nee, maar um, ik denk dat iedereen toch begrijpt dat de oorlog zo'n beetje het allerergste is wat mensen kan overkomen. Laten we het gewoon vermijden. Laten we het gewoon vermijden, tuurlijk. Ja. Ja. Dankjewel. Um, ja, is, um, ja, het is weekend. Ja. Het is zondag. En uh, hebben wij nog. Uh, Want dit is een beetje een zwaar onderwerp natuurlijk. Hè? Het is, het is, ik bedoel, oorlog. Uh, nee, maar buiten dat, wij zijn allebei optimisten. Uh, jij ook, volg, volgens mij? Uh, nou, ik word altijd, ik, van mij wordt altijd gezegd dat ik, uh, dat ik een pessimist ben. Oké. Okay. Uh, maar ik, de, ik vind dat zelf helemaal niet overigens. Maar goed, uh, maar we zijn optimisten. Laten we daar even van uitgaan. Dus ik wil je vragen: heb je nog een leuke tip voor mensen? Uh, nou, kom eerst op uh, Paasdag naar ja. de Vredesflesboom ja. op het Museumplein om twee uur. Ja. Want dan draag je op een positieve wijze bij aan uh, de En het wordt ook gezellig, denk ik. En het wordt he volgens mij heel ja. erg gezellig. Nou ja, ja, maar het is er leuker dan met gelijkgestemden zijn. Hartstikke leuk. Ja, uh, dankjewel. Jij, dat heb jij nog een. Ik sluit aan bij Show sowieso, ja. maar ook uh, informeer jezelf. Uh, ja. Bgab.eu, daar kunnen mensen het kopen. Ja. En ik hoop uh, dat het bijdraagt aan. Uh, nou ja, de Vredesmars, de Vredesflashmap in ieder geval een, uh, een beweging voor, uh, voor vrede en veiligheid. En een betere wereld. En een betere wereld, en absoluut. Betere wereld. Ja, ja. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Okay. Ja, en kijkers, beste kijkers, dank jullie wel voor het kijken. Uh, ik heb ook nog een tip. Uh, een paar dagen geleden is er een geweldige documentaire uitgekomen. Uh, die heet Climate the Movie. Uh, ik heb hem gisteravond bekeken, was ontzettend onder de indruk. Een fantastische film. Goed gemaakt, inhoudelijk goed, visueel sterk. Het beste wat ik in tijden heb gezien. Dus ja, als jullie vanavond nog iets willen zien waar je de rest van de week nog plezier van hebt, of nog veel langer, is het echt een aanrader. Je kunt hem vinden op de site van Ongehoord Nederland. En verder wil ik graag mijn gasten bedanken. Wil ik jullie bedanken voor het kijken en hoop jullie de volgende keer weer te zien. Dankjewel!